Je bent aan het kijken naar verschillende businessmodellen. En je zit jezelf af te vragen: welke gaat mij nou financieel vrijmaken? Nou, als je mijn account al een tijdje volgt, dan weet je natuurlijk dat wij ons bezighouden met Shopify dropshipping en het verkopen op Bol. Maar waarom je ziet dat de meeste video's van mij over Shopify dropshipping gaan en niet over het verkopen op Bol? Omdat ik ervan overtuigd ben dat dit het beste businessmodel is voor jou om financiële vrijheid te gaan behalen in 2024. Maar hoe begin je nou makkelijk met Shopify dropshipping in 2024? Er zijn een aantal criteria die cruciaal gaan zijn voor jouw succes als Shopify dropshipping. En dat eerste begint natuurlijk bij een product. Want je hebt natuurlijk bepaalde producten nodig om te gaan testen en om daar geld mee te gaan verdienen. Nou, waar vind je deze producten überhaupt? Nou, er zijn tal van platformen waar je dus product kan zoeken. En ik raad je aan te zoeken naar dingen die al bestaan. Nou, wat bedoel ik daar nou precies mee? Je hebt sociale media en je hebt het internet. En ja, dat kan je gewoon voor 0 euro gebruiken. En als je de mogelijkheid hebt om gebruik te maken van internet en deze video dus kan kijken, heb je een enorme kans voor je. Want je hebt dus bepaalde platformen waar je dus gratis jouw producten kan vinden. Nou, op TikTok kan je door middel van TikTok Made Me Buy It en andere verschillende termen, kan je dus virale video ads vinden. En als iets viral is gegaan, dat is niet zomaar. Dat heeft een reden. Bestudeer de reden waarom iets viral is gegaan, waarom ergens vraag naar is, en kijk of jij iets kan verbeteren. Niet per se aan de viral video, maar meer aan de website. Dus jij gaat uiteindelijk een website bouwen. Nou, geloof me, dit is geen wetenschap, en mocht je dit al gedaan hebben, dan is Shopify hetgene wat ik aanraad en wat ik zelf al jarenlang gebruik, en wat eigenlijk ook de marktleider is voor e-commerce en dropship ondernemers. Maar naast TikTok heb je natuurlijk nog veel verschillende manieren waar je producten kan vinden. En één daarvan is via Amazon. Amazon is een van de grootste e-commerce bedrijven, ofwel het grootste e-commerce bedrijf ter wereld. Een van de grootste bedrijven ter wereld, met een van de rijkste mannen, Jeff Bezos, aan de macht ter wereld. Dat is voor een reden, omdat ze producten verkopen. En dat is hetgene wat jij ook gaat doen als Shopify dropshipper op jouw eigen website. Maar op Amazon kan je natuurlijk wel inspiratie halen wat daar al werkt. Dus je kan checken welke categorieën goed lopen en wat jij zelf kan vinden op AliExpress of bij je agent. Nou, daarnaast heb je natuurlijk nog het platform AliExpress zelf. Een product wordt niet voor niets gemaakt in China. Er is een reden voor productie achter een product, omdat er bepaalde vraag naar is. En je kan dus zien hoe goed het al verkoopt op AliExpress. En op basis daarvan kan je zelf een beslissing maken om het te gaan verkopen of niet. Er zijn dus een aantal criteria waar je dus naar kan kijken. Nou, hetzelfde voor bol.com is ook zo'n platform als Amazon, alleen dan in Nederland gevestigd. Daarin kan je dus ook producten vinden waar veel vraag naar is. En kan je deze ook gaan verkopen. Hetzelfde voor Facebook Ads Library. Je kan dus in de Facebook Ads Library bepaalde keywords intypen, zoals 50% korting of gratis verzending of andere dingen, waardoor je dus ja, dropshipping stores kan vinden, dropshipping producten kan vinden. En dit allemaal voor 0 euro. En dan heb je eigenlijk de eerste stap gecomplete. En dat is het vinden van producten. En zorg ervoor dat je dit elke dag doet en elke dag een stukje beter in wordt. Want product research is de allerbelangrijkste skill in jouw Shopify dropshipping business. Nou, zodra we eenmaal de producten hebben gevonden, moeten we daar natuurlijk een website bij gaan maken en bepaalde listings. Nou, zoals ik zei, kan je bij Shopify beginnen, volgens mij voor 1 euro per maand voor de eerste 3 maanden. Dus dat zijn helemaal geen grote kosten. En daarnaast kan je gewoon gratis thema's gebruiken als Debutify of Dawn of verschillende thema's die gewoon al gemaakt zijn en waarin jij alleen het design hoeft te doen. Waarin je eigenlijk binnen 1 of 2 uur een volledige website kan maken. Er staan genoeg tutorials online over hoe je dit zelf kan doen. Ik zal er zelf ook nog een aantal gaan maken in de nabije toekomst. Maar het is helemaal geen wetenschap. Dus je maakt deze website ook. Je maakt bepaalde titel, bepaalde omschrijving, bepaalde foto's, bepaalde prijs. Allemaal dingen die cruciaal gaan zijn
voor jouw succes als Shopify dropshipper. Dus we zijn nu bij het punt aanbeland. Je hebt dus producten gevonden, je hebt je website gemaakt. En wat nu? Nu moet je een keuze gaan maken op welk platform jij je gaat focussen als Shopify dropshipper. Er zijn tal van platformen waar je uit kan kiezen. Facebook, TikTok, Snapchat, Google, noem het maar op. Er zijn zoveel methodes van betaalde ads. En ik kijk altijd naar het grootste en wat het beste werkt voor anderen. En dat is Facebook en Instagram, oftewel Meta. Het werkt al jarenlang supergoed en het is iets wat ik voor mijn bedrijf al jarenlang gebruik. Dus ik raad het jou aan om dat ook te gaan gebruiken. Tuurlijk is Facebook Ads in de afgelopen jaren veranderd en zijn er bepaalde dingen veranderd, voornamelijk met tracking. Dus ja, wat betekent tracking nou eigenlijk? Dus bijvoorbeeld je hebt een sale, maar op Facebook zie je niet dat je een sale hebt. Dan kan je dus niet de juiste beslissing maken om te schalen om van verder te gaan in je business. Nou, hoe kan je dit nou precies voorkomen? Is door gewoon een extra tracking software te installeren. Als een Wheel Tracker of een Truroas. Nou, nu zijn we dus op het punt gekomen. Je hebt je producten, je hebt je Shopify dropshipping store. En je gaat nu ads draaien. Nu is het taak om geld te gaan verdienen met je ads. Dus je gaat die ads runnen. En je gaat kijken wat eruit komt. En ja, op dit kanaal heb ik superveel video's gemaakt over het runnen van ads. Dus bekijk deze zeker na deze video. Daarom geef ik mijn gehele strategie weg over hoe ik Facebook ads run en hoe je je business kan opzetten. Dus het zijn eigenlijk maar drie simpele stappen om een Shopify dropshipping business te starten. Producten, Shopify store en ads. Focus je op drie dingen elke dag en je gaat enorm veel succes behalen met je Shopify dropshipping business. Ik zie je graag in de volgende video. Like en abonneer. Tot de volgende keer. Ciao, ciao.